Farida Zargar verdween in augustus 2010 toen ze van haar werk naar huis fietste. Twee weken geleden werd de 34-jarige verdachte aangehouden na een straatroof. In zijn huis in de Venusstraat in Spijkenisse bleken spullen van Farida aanwezig. Bij de doorzoeking in Spijkenisse hebben we onder andere een tas aangetroffen van Farida met daarin bijvoorbeeld haar paspoort. Maar daarnaast is nog een aantal andere spullen aangetroffen waaruit wij de conclusie trekken dat er waarschijnlijk toch sprake is geweest van een misdrijf waarvan zij slachtoffer is geworden. In verband met de voortgang van het onderzoek wil het OM niet zeggen om welke voorwerpen het precies gaat. Maar de aard van de voorwerpen en de duur van de vermissing leiden nu dus voor het eerst tot het vermoeden dat Farida niet meer in leven is. Dat betekent volgens het OM niet dat er niet meer naar haar wordt gezocht. De politie heeft met mannenmacht gezocht vanaf het moment van haar vermissing in augustus 2010. Men is dat steeds blijven doen en dat zal ook de komende tijd nog het geval zijn. En natuurlijk hopen we ook wel dat de 34-jarige man die we nu hebben aangehouden ons op het goede spoor zal zetten.